Welkom bij Hydrauliek 24. Mijn naam is Pascal. In deze video leg ik uit hoe je een elektromotor aansluit. Specifiek gaat het hier om AC-motoren, dus voor wisselspanning. En zoals je ziet heb ik hiervan twee voorbeelden meegenomen. Dit zijn een enkelfase en een driefase motor. Eén met een B35 bevestiging en één met een vierkante flens. De B35 is een combinatie van een B5 flens en een B3 voetbevestiging. Deze gebruiken wij standaard voor onze werkplaats powerpacks en onze motorpompcombinaties. Andere modellen, zoals bijvoorbeeld de B3 of de B14, zijn op bestelling leverbaar. De motoren met vierkante flens zijn specifiek passend voor onze mini powerpacks. Beide modellen hebben we zowel in driefase als in enkelfase uitvoering en ze zijn in meerdere vermogens beschikbaar. De motoren zijn natuurlijk van elkaar te onderscheiden door middel van het typeplaatje. Hierop is te lezen dat deze beide motoren gemaakt zijn om 0,55 kW te leveren en bij 50 Hz ongeveer 1400 toeren draaien. Het verschil zit hem in het voltage. 230 volt voor de enkelfase motor en 230/400 voor de driefase. Bij zwaardere modellen is 400/690 gebruikelijk, maar daarover ga ik straks meer vertellen. Daarnaast zie je dat de klemmenkast van de enkelfase motor wat groter is. Daar zit namelijk 1 of 2 condensatoren in verstopt. Het aansluitschema vind je in elke motor in de deksel van de klemmenkast. Voor de enkelfase zijn er 2 schema's, voor linksdraaiend en rechtsdraaiend. Zo te zien is deze motor standaard aangesloten voor rechtsdraaiend, maar wij gebruiken ze normaal gesproken linksdraaiend in combinatie met een rechtsdraaiende pomp. As op as worden de draairichtingen namelijk elkaars spiegelbeeld. Nou, daarvoor zullen we de motor dus voor linksdraaiend moeten aansluiten. Nou, in dit geval is het dus een kwestie van het verwisselen van de plaatjes, maar het kan ook zijn dat de plaatjes ontbreken en dan moeten dus de kabels verwisseld worden. Houd daarvoor goed het schema dat bij de motor hoort in de gaten. Nou, ik heb ze alvast even losgemaakt. Normaal gesproken heb je daar eerst een sleutel voor nodig. Dus de plaatjes worden verwisseld. Ga ook niet met losse kabels zitten hannesen. Zorg echt dat je goede kabelschoentjes hebt. En dan volgens het schema de kabel aansluiten. Nou, dat is dus hoe je een enkelfasige motor aansluit. Deze is bedoeld om aan te sluiten op 230 volt, zoals het standaard stopcontact bij je thuis. Een 230/400 of een 400/690 motor is bedoeld voor een krachtstroomaansluiting. Die zijn dus niet geschikt om aan te sluiten op dat standaard stopcontact, maar die hebben een driefase krachtpomp nodig. Hierin staat het laagste voltage in de specificaties voor de toelaatbare spoelspanning. En dat is weer van belang van hoe we hem gaan aansluiten. Bij driefase motoren onderscheiden we namelijk een ster- en een driehoekschakeling. Het aansluitschema is ook hiervan in het deksel van de klemmenkast te vinden. Bij een sterschakeling komen de drie fasen in een virtuele nul bij elkaar, waardoor de spoelspanning gelijk is aan de spanning per fase, dus 230 volt. Bij een driehoekschakeling liggen de spoelen tussen de fasen, waardoor de spoelspanning 400 volt zou worden. Een 230/400 volt motor moet dus altijd in sterschakeling worden aangesloten. Dus dat gaan we even doen. Hiervoor hebben we in dit geval een vijfaderige kabel. De blauwe is de 0, die hebben we eigenlijk niet nodig. Dus je kunt ook een vieraderige kabel gebruiken of zorg dat deze goed wordt afgedekt. De drie fasen, bruin, zwart en grijs, die komen dus op de klemmen. Nou, voor de aarde is dan hier een plek gereserveerd. Dan kun je daarop aansluiten. De enige uitzondering hierop is een 3x230 volt krachtbron, zoals we die bijvoorbeeld in België nog wel eens tegenkomen. Die mag wel in driehoek wordt aangesloten. Een 496 motor is wel bedoeld om in driehoek aan te sluiten. Dit doe je door het verwisselen van de plaatjes, zoals aangegeven in het aansluitschema. Vaak worden deze zware motoren aangestuurd door middel van een ster driehoekschakelaar of een softstarter. Houd in dat geval het aansluitschema daarvan aan. De draairichting van de driefase motor wordt gewijzigd door twee fasen met elkaar te verwisselen. Draait de motor de verkeerde kant op, wissel dan bijvoorbeeld de grijze en de zwarte draad met elkaar om. Per contactdoos kan de volgorde van de fase verschillen. Dus als de stekker uit het stopcontact is geweest, controleer altijd eerst de draairichting. Nou, nog één laatste tip. Steek de kabel voor je begint met aansluiten door de wortel. Anders kan de klemmenkast niet meer dicht. Bedankt voor het kijken. Liken en abonneren wordt zeer gewaardeerd. En dan zie ik je graag in de volgende video. Hydrauliek 24 maakt het makkelijk.